Welkom bij Via Maastricht. Zoals u ziet zijn de werkzaamheden voor een ondergrondse fietsenstalling hier bij het station in Maastricht in volle gang. Op dit moment zijn we bezig met de kabelsleidingomlegging. Dit is noodzakelijk om straks in week 30 definitief te starten met de definitieve wand voor de fietsenkelder. Oké, wat gaan jullie daarna doen? Nou, volgende week gaan we starten met de riolering. En voordat we daarmee starten hebben we nog een week de ruimte gecreëerd voor de archeologen om extra onderzoek te doen in de stationsstraat. In week 30, als alles omgelegd is, dan is de weg vrij, zoals dat heet. Dan gaan wij starten met de CSM-wanden. Normaal gesproken doen we damwand of diepwand. Deze omgeving liet het niet toe om damwanden in de grond te trillen. En daarom hebben we gekozen voor CSM-wand. Dat is een soort kutter die maalt de stenen en de grond fijn. En daarin vermengt hij met cement, met stalen binten. En deze zijn noodzakelijk om het grondwerk, dat uiteindelijk noodzakelijk is, om straks 4, 5, 6 meter diepte in te gaan om onderwaterbetonvloer te kunnen storten. En hoe gaat het daarna verder? Daarna, rond het eind van dit jaar, gaan we starten met het betonwerk. En de bedoeling is om omstreeks mei, juni, met de zomer, om uiteindelijk de bovenbouw gereed te maken. En uiteindelijk zullen we opleveren eind 2017. De komende weken staat het Vrijthof weer in het teken van de zomerconcerten van André Rieu. Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor de bereikbaarheid van de stad? De Maastrichtse fans zou ik adviseren om lopend met de fiets of met de bus naar het Vrijthof te komen. Er is volop gelegenheid om je fiets te parkeren. Natuurlijk op de Kesselskade en op de markt, de reguliere fietsenstallingen. En er worden ook extra stallingen gecreëerd op het Keizer Karelplein. Oké, en de mensen die van verder weg komen? Die kunnen met de trein komen. Dan kom je aan op het Centraal Station en heb je een prachtige wandeling naar het Vrijthof. Duurt ongeveer 15 minuten. Moet je alleen na het concert even opletten dat je wel rechtstreeks teruggaat, want anders mis je misschien de laatste trein terug en dat zou natuurlijk jammer zijn. Ja, mensen die met de auto komen, waar kunnen zij hun auto het beste parkeren? Zoals altijd, parkeren aan de randen van de stad is in Maastricht goedkoper als in het centrum. Dus er zijn een aantal park- en walkterreinen ingericht. Daar kan je voor 6 tot 9 euro je auto parkeren en ook van daaruit loop je in maximaal 15 minuten naar het Vrijthof toe. PNR Noord kennen heel veel mensen natuurlijk, waar je gratis kan parkeren en voor 1 euro met de PNR-bus naar de stad kan. Dan kom je op de markt uit, ook op loopafstand van het Vrijthof. Maar daarvoor geldt wel, na het concert rijdt de bus niet terug en is je ticket wel geldig op de trein. En dan moet je dus ook via het station terug naar PNR Noord. Ja, heeft hij verder nog tips voor de bezoekers? Ja, doe voor vertrek de slimme reischeck. Op de website van Maastricht Bereikbaar vind je altijd actuele reisinformatie.